Eerst start u Excel. Dit doet u via de startknop en vervolgens via de optie Programma's. Hier kiest u Microsoft Excel. Het programma wordt dan opgestart. Excel begint standaard met een nieuwe werkmap die bestaat uit 3 werkbladen. Via het bestandmenu kunt u een bestaande werkmap openen of een nieuwe werkmap beginnen. We openen nu het bestand, voorbeeld.xls. XLS is de extensie, ook wel het achtervoegsel genoemd, van alle Excel-werkmappen. Hieraan kunt u een bestand dus herkennen als een Excel-werkmap. U ziet nu een zeer eenvoudige werkmap. Wilt u het programma weer sluiten? Dan kunt u dat op 2 manieren doen. U kunt 1 keer klikken op het kruisje rechtsboven in de titelbalk. Of u kunt de optie Afsluiten kiezen in het bestandmenu.